Koning Aap biedt prachtige groepsreizen aan naar werkelijk alle uithoeken van de wereld. Reizen is kennis maken, proeven en ervaren. Een gezamenlijke beleving van lokale en authentieke culturen. Met Koning Aap ga je echt op reis. Hi allemaal, welkom bij Koning Aap. Dit is Merel en mijn naam is Janice. Wij zijn allebei productmanagers voor de Europa-bestemmingen. En daarnaast ben ik ook nog werkzaam op de tour operating afdeling en Merel op de verkoopafdeling. Vandaag nemen wij jullie digitaal mee op reis door de familiereizen Bosnië-Herzegovina en Montenegro en Kroatië. We zullen eerst wat hoogtepunten per bestemmingen voor jullie doornemen. En vervolgens bespreken we nog even kort wat voor vervoer en accommodatie we tijdens deze reizen inzetten. Aan het eind nog een paar nuttige tips voor jullie. Tijdens deze presentatie kun je ook via de chat vragen stellen. Deze zullen wij tijdens de chat al proberen te beantwoorden. Maar een aantal nemen wij ook eventjes aan het eind van de presentatie nog met jullie door. Merel trapt nu af dan met de familiereis Bosnië-Herzegovina en Montenegro. En daarna kom ik weer even terug bij jullie om wat hoogtepunten van Kroatië aan jullie te laten zien. Nou, laten we beginnen met de hoogtepunten van Bosnië en Herzegovina. Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, is een culturele en historische stad met heel veel bezienswaardigheden. En één daarvan is de Olympische bobsleebaan. Je kunt met een kabelbaan naar de top van de Trebevicberg en dan kan je een bezoek brengen aan deze Olympische bobsleebaan. En zoals je hier ziet, een kort filmpje over hoe je bij deze top kan komen. Je loopt er doorheen. Omdat hij zo verlaten is, kan je dus rustig er doorheen wandelen. Want hij is voor het laatst gebruikt tijdens de Spelen in 1984. Nou, en wat het wel bijzonder maakt is, je ziet heel veel graffiti en de bomen eromheen geven het een mysterieus tintje. Nou, vanaf de bovenkant van de berg is de stad helemaal omringd en je hebt dus een prachtig uitzicht. En wat wel grappig is, of eigenlijk bijzonder is, dat de stad, net zoals Berlijn, is verdeeld in oost en west. Dus sta je in het midden op de lijn, dan kijk je naar het oosten, dan zie je een typische bazaar. Kijk je naar het westen, dan zie je een moderne stad. Nou, een ander hoogtepunt van Bosnië-Herzegovina is Mostar. En in het centrum vind je de oude Stari Mostbrug. En de Stari Mostbrug is best wel bijzonder. Het is in 2005 toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. En dat komt omdat UNESCO heeft geholpen met de brug herbouwen nadat het was verwoest tijdens de Bosnische Oorlog. En voordat het verwoest was, was het al een traditie voor de stoere mannen uit de stad om van de brug af te springen. Maar ook vandaag nog doen ze het nog steeds. Dus van de 24 meter hoge brug springen de ervaren mannen zo het water in. Dus dat is best wel leuk en bijzonder om te bekijken. En hier kan je zien vanaf beneden, dan kan je naast de rivier, kan je dan kijken hoe ze naar beneden springen. En je kan er ook gewoon overheen lopen. En dit is nog een stukje van de stad zelf. Met de oude bazaar waar je allemaal leuke souvenirs kunt kopen. Nou, hier zie je het inderdaad al. Dus Mostar staat niet alleen bekend om de oude brug, maar ook om de bazaar. Heel erg typisch, allemaal kleine steentjes met heel veel souvenirtjes. Nou, na Bosnië-Herzegovina gaan we door naar Montenegro. Een van de hoogtepunten daar is het Dormitor Nationaal Park. Ideaal, je kunt er heerlijk wandelen, prachtige natuur en het staat vooral bekend om de ruige bergen, uitgestrekte weides en de heldere meren. Wat leuk is, je kan er prachtig wandelen en omdat er zoveel mogelijkheden zijn, is er ook altijd een geschikte wandeling om samen met de kinderen te doen. Eén daarvan is bijvoorbeeld de wandeling rondom het Heldere Meer of rondom het Zwarte Meer. Dat zie je hier. Dus een korte wandeling, kan er lekker omheen lopen. En als je klaar bent, neem je plaats aan het water, ga je in het zonnetje zitten of neem je plaats op het terras. Nou, voor degene die nog iets meer activiteit wil en iets meer adrenaline, die kunnen gaan raften op de Tara-rivier. De Tara-rivier stroomt door de Tara-kloof en de Tara-kloof is de grootste kloof van Europa. Dus dat is sowieso al bijzonder op zich. En sommigen beweren zelfs dat het de beste plek is op de wereld om te gaan raften. En ik kan het zelf zeggen, ik vond het best wel heel erg gaaf. Met het ruige water, het geluiden wat je hoort, geeft best wel een adrenalinekick.
En je bent ook zelf verantwoordelijk voor de boot. Dus met z'n allen ga je peddelen. En ja, vergeet af en toe ook niet omhoog te kijken. Want ja, je vaart wel door een prachtige kloof. En aan het einde kan je zelfs nog met een ziplijn van de ene kant naar de andere kant van de kloof. Dus dat is ook leuk om mee af te sluiten. En verder nog een hoogtepuntje en lekker om te ontspannen is Budva. Je kan hier heerlijk ontspannen aan de kust. Nou ja, er zijn verschillende plaatsen met ook stranden waar je heerlijk op een lichtbedje kan liggen. Dus dat zie je hier ook. Het zijn voornamelijk kiezelstranden, dus je kunt zo de zee inrennen, maar vergeet niet je waterschoentjes mee te nemen. Dat loopt namelijk net even iets makkelijker. Verder is de stad heeft een historisch centrum met heel veel leuke winkeltjes, eetgelegenheden. En ja, als je daar dan toch bent, probeer zeker eens een zwabtici. Ik vond het zelf heerlijk, ook als klein kind. Het zijn kruidige worstjes die ze in een pita broodje stoppen. Nou ja, voor iedereen, ouders en kinderen lekker. Nou, wat ook leuk is, bij sommige stranden kan je nog wateractiviteiten doen. Dus als je daarvan houdt, dan zou ik dat zeker doen. Hier kan je bijvoorbeeld bij het strand achter een boot hangen met op een band. Nou, het is niet voor iedereen, maar de meesten die ervan houden, zullen dit fantastisch vinden. Dus zo ga je, heb je best nog leuk om ontspannen af te sluiten. Nou, mooi is ons ondergang. Nou, dan hebben we vlakbij Budva heb je nog Koh Tor. Dat is de meest zuidelijke fjord van Europa. En het is een leuke kustplaatsje met een mooie oude havenstad. En bovenaan de stad heb je nog een oud fjord. En voor de actievelingen, of de sportieven eigenlijk, met 1300 treden kan je naar boven. En als je eenmaal boven bent, heb je een prachtig uitzicht over de stad. En wat ook leuk is, je ziet het hier op de achtergrond, je kan ook nog een boottocht maken. En nou ja, waar je onder andere komt is Perast. Dat is het dorpje wat je hier ziet aan de kust. Kan je leuk doorheen wandelen, lekker ijsje eten. En hier zie je de Lady of the Rock. Dat is een kerkje midden in de baai. Verder is er niks op een heel klein eilandje. Nou, hier zie je nogmaals het dorpje. En een ander bijzonder iets is, je gaat nog naar de Blue Cave. En de Blue Cave, de naam zegt het al, het is een blauwe grot. En dat komt door de weerspiegeling van het heldere blauwe water. Nou, dat was Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Nou, dan geef ik nu weer het woord aan Janice voor Kroatië. Dankjewel. Nou, dan neem ik jullie even mee door wat hoogtepunten van de achtdaagse Kroatië-familiereis. Nou, misschien weet je zelf al een beetje dat Kroatië bekend staat om de mooie nationale parken. En ik denk dat de meeste mensen ook wel gehoord hebben van het Plitvice Nationaal Park. Niets voor niets staat deze dan ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En wordt ook benoemd tot het mooiste nationale park van Europa. Nou, hier zie je een beetje de beelden van toen ik er zelf doorheen liep. Hele mooie blauwe, groen-blauwe meren. Er zijn paarden die je hier een beetje ook ziet lopen aangelegd. Er zijn dus voor elke wandelaar routes te vinden. De een wat korter dan de ander. Dus het is maar net wat je zelf prettiger vindt. Je loopt dan eigenlijk door torenhoge watervallen en in totaal 16 groen-blauwe meren. Hier nog een paar watervallen die je dus onderweg tegenkomt als je aan het wandelen bent. Het klinkt een beetje gek, pittoreske steden, misschien een beetje zweverig. Maar ik vind echt niks leuker om te doen in het buitenland. Om door een onbekende stad heen te slenteren, door de gezellige straatjes. Lekker de cultuur te snuiven. Nou, tijdens deze reis is dat ook zeker mogelijk aan vooral de Dalmatische kust. Het leuke aan deze familiereis is dat alle steden waar je komt een stadswandeling met de lokale gids inbegrepen zit. Je gaat dus eerst samen met de gids een beetje op ontdekking, kunt een beetje zien wat er allemaal te doen is en te bezichtigen. En daarna heb je zelf nog de vrije tijd om lekker op eigen houtje rond te lopen. Tijdens deze reis verblijf je in het gezellige stadje Šibenik. Šibenik ligt aan de monding van Krka, aan het meest pittoreske deel van de oostelijke Adriatische kust. Het hotel waar je verblijft ligt wat verder van het centrum af, maar het heeft wel een heel mooi zwembad met prachtig uitzicht, dus je kunt hier ook lekker wat uurtjes vertoeven. De stad is rijk aan cultureel en historisch erfgoed. Dat kun je zien aan de talloze kerken en kloosters en ook aan de vier forten die de stad omlijsten. En als uitschieter vind je hier de indrukwekkende kathedraal van Sint-Jacob. In Šibenik kun je heel lekker rondslenteren in de gezellige straatjes in de binnenstad.
Ja, je ziet hier eigenlijk een kleine sfeerimpressie voorbij komen. Als je in de avond op zoek gaat naar een restaurant om te dineren, heb je echt keuze zat. Ik vond het persoonlijk heel leuk om in een restaurant te eten met een dakterras. Daar had ik dan prachtig uitzicht over de stad en de zee. En tijdens het dineren heb ik lekker genoten van de zon die onderging. Niet ver van Siwinik ligt het Krakka Nationaal Park. Deze is kleiner dan Plitvice, maar ook zeker de moeite waard. Dus als je tijdens deze familiereis nog een nationaal park wil bezoeken, dan is dit ook zeker een aanrader. Ook hier vind je weer een aangelegd pad die je dan langs de prachtige watervallen brengt. Je bezoekt ook Split, dat is de oude havenstad van Kroatië. En hoewel het hier misschien wat drukker is, ook omdat er natuurlijk veel boten aankomen, is het hier niet minder gezellig. Ook Split heeft een hele gezellige binnenstad waar je weer lekker door de straten heen kan slenteren en de gezellige cultuur kunt opsnuiven. Wat ook leuk om te doen is in Split is om de Marianberg op te gaan. Die ligt eigenlijk aan de zijkant van de stad. Dit kan je wandelend doen, maar je kan er ook voor kiezen om vanuit het oude centrum van Split een treintje te pakken die je dan omhoog brengt. En als je dan helemaal bovenaan staat, heb je prachtig uitzicht over Split, over de haven en over de Dalmatische Zee. Ook de stranden wil ik wel als hoogtepunt van Kroatië benoemen. Je verblijft voornamelijk aan de Dalmatische kust en ook in Kroatië zijn de stranden voornamelijk kiezelstranden. Maar dat betekent niet dat het minder lekker vertoeven is. Je ziet dat deze jonge mannen ook lekker relaxed erbij liggen. En naast dat elke stad eigenlijk wel een paar van die kleine toegankelijke strandjes heeft, is het ook mogelijk om net even wat buiten de stad wat verstopte stranden op te gaan zoeken. Heel erg leuk om te doen. Wanneer je in Split verblijft heb je genoeg vrije tijd, maar er zit ook een leuke dagexcursie in het programma inbegrepen. Je gaat namelijk per boot naar het eiland Gavar. Wanneer je op het eiland aankomt, ga je eerst met de reisbegeleider stadswandeling maken in zowel Gavar stad en Stari Grad. Ook dit zijn weer hele gezellige plaatsen om te bezoeken. En vervolgens breng je dan een bezoek aan de lokale boerderij Hora. Hier wordt een lekkere lunch voor je klaargemaakt van lokale producten. En na de lunch dan hebben de kids nog de tijd om bij de dieren op de boerderij te kijken. En als de ouders daar zin in hebben, kunnen zij nog een wijnproeverij doen. Merel gaf het net ook al eventjes aan. Ook hier dus kiezelstranden, dus neem waterschoenen mee. Ik vond het zelf een beetje suf om ze in te pakken. Maar het is echt een stuk charmanter de zee in lopen als je ze aan hebt. Samen met alle lokale bewoners en toeristen hadden we allemaal gewoon keurig waterschoentjes aan. Ja, en dan het laatste hoogtepunt, maar zeker niet de minste, is Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Zagreb heeft mij heel aangenaam verrast. Het is wel inderdaad een hoofdstad, maar er hangt een hele gemoedelijke sfeer. Op zich is lopend alles heel goed te bereiken. Het ziet er gezellig uit, dus je hebt helemaal niet het idee dat je in een drukke grote hoofdstad bent. Ook in Zagreb ga je weer op stadswandeling met de lokale gidsen, waarbij je weer langs een aantal bezienswaardigheden loopt. Onder andere ook de kabelbaan. Nou, dat is wel een leuk feitje. Dit is namelijk de kortste kabelbaan ter wereld. Je bent in nog niet eens een minuut ben je al beneden. Maar het kost echt heel weinig geld. Dus ik zou zeker een ritje in deze kabelbaan nemen, zodat je even over de stad heen kunt kijken. Dan twee tips van mij. De eerste is om een zwarte pasta of risotto te gaan eten. Klinkt een beetje bijzonder, maar dit is wel echt een lokaal gerecht. En hoe komt het nou dat deze zwart zijn? Dat komt omdat de risotto en de pasta wordt gekookt in het inkt van de inktvis. Dus voor de avonturiers onder ons, probeer hem geheid. En naast deze kabelbaan die ik net al even benoemde, is ook een uitzichtpunt. Dus je komt er eigenlijk al langs, maar ik zou zeker aanraden om als de zon een beetje ondergaat daar nog een keer naartoe te gaan. Dat heb ik namelijk gedaan, dus dat is zeker ook een aanrader. Dan neemt Merel het weer van mij over om nog even wat over het vervoer en de accommodaties te vertellen. Ja, want wat je natuurlijk wil weten is, hoe wordt er ook gereisd tijdens de reis? Nou, bij de reizen maken we gebruik van een eigen bus. En Koning Aaf heeft hier bewust voor gekozen. En dat heeft ermee te maken met dat je onderweg ook gewoon makkelijk ergens kon stoppen. Bijvoorbeeld voor dat leuke eetentje, dat mooie uitzichtpunt. Maar ook gewoon om even lekker de benen te strekken. En tijdens de familiereis Bosnië-Herzegovina en Montenegro ga je ook nog de grens over. Dit doe je ook met de eigen bus. Je vertrekt al vroeg, zodat je ook op tijd bij de grensovergang aankomt. Zodat je niet te lang hoeft te wachten. Je weet het nooit zeker, maar hoe eerder je vertrekt, hoe meer kans je hebt dat je minder lang hoeft te wachten. Handige tip, ga even langs de lokale bakker en haal wat lekkere broodjes. Ze zijn heerlijk en zo heb je tenminste tijdens het wachten wat lekkers. En hier zie je ook hoe zo'n bus bijvoorbeeld uitziet aan de binnenkant.
Nou, een andere vraag, waar slaap je nou? Nou, je slaapt in middenklasse hotels of lodges tijdens beide reizen op basis van lodges en ontbijt. Je hebt je eigen kamer samen met douche en toilet. Nou, hier zie je bijvoorbeeld hoe zo'n kamer eruit ziet. En wat nog wel leuk is, tijdens de familiereis Bosnië-Herzegovina overnacht je ook bij onze lokale agent. Dit is hun lodge. En wat ook nog wel leuk is, ze spreken ook Nederlands. En wat veel voor kinderen natuurlijk belangrijk ook is tegenwoordig, is het wifi of het internet. Heb je dat tijdens de reis? Nou, tijdens de reis in alle hotels is wifi aanwezig. En ook in veel restaurants kun je gebruik maken van het gratis wifi-netwerk. In Kroatië kan je zelfs met je eigen mobiel op je internet. In Bosnië-Herzegovina en Montenegro alleen niet. Nou, dan nog een handige tip is, neem je eigen hervulbare drinkfles mee. Wat zelfs nog handiger is, is bijvoorbeeld een thermofles. Want niet alleen voor warm water, maar ook voor koud water is dat lekker. Want het blijft daardoor extra lang extra koud. Nou, ook heb je nog wat leuk is, als je een boottochtje maakt of je gaat raften, is een camera die tegen water kan, of in elk geval tegen wat spetters. Want zo kan je dus ook tijdens het raften bijvoorbeeld, of op de boottocht, een foto maken. Heb je geen camera, zorg dan voor een hoesje waar bijvoorbeeld je mobiel in kan. Nou, en wat is dan de beste reisperiode? Voor beide landen, of voor alle landen eigenlijk, is het van ongeveer april, mei tot en met september, oktober. In het voor- en najaar zijn de temperaturen iets lager, maar nog steeds heel erg aangenaam. En in de zomer is het lekker warm. Nou, dan zijn we aangekomen bij de vragen. Dus Janice komt met de vragen. Yes, nou, ik heb er eventjes een paar uitgepikt die voor allebei de reizen eigenlijk van toepassing zijn. De eerste vraag is, kun je in deze landen met de euro betalen? In Kroatië niet. En in Montenegro wel. Dus in Bosnië-Herzegovina en Kroatië niet, maar in Montenegro wel. Oké, okay. Dus daar betaal je met de lokale valuta? Ja, ja. Klopt. Moet je een paspoort hebben voor deze bestemmingen? Niet voor allemaal. Voor de Kroatië familiereis niet. Daar kan je ook met je ID-kaart reizen. Voor de familiereis van Bosnië-Herzegovina en Montenegro heb je wel een paspoort nodig. En voor beide landen, want je gaat er ook de grens over. En dan tot slot nog snel een vraag. Kun je een beetje vegetarisch eten in deze landen? Ja, het zijn wel twee landen, of allebei de reizen zijn landen waar ze heel veel vlees eten. En dat heeft ermee te maken met dat ze heel veel invloed hebben vanuit de Balkanlanden. En daar eten ze nou eenmaal heel veel vlees. Maar omdat het toch ook steeds moderner wordt en ze ook hun menukaart daarop aanpassen, heb je ook steeds meer gerechten met heel veel groentes. Dus ook voor de vegetariërs kunnen ze er lekker eten. Top. Ook in Kroatië hebben ze een hele gevarieerde keuken, dus voor ieder wat wils. Wat ook wel leuk om te weten is dat ze aan de Dalmatische kust heel veel Italiaanse invloeden hebben. Dus ook pasta en pizza is daar volop te verkrijgen. En daar heb je natuurlijk ook heel veel vegetarische varianten van. Nou goed, dat waren even de vragen die we wilden uitlichten. We willen jullie bedanken voor het kijken. We hopen dat jullie een beetje enthousiast zijn geworden over deze twee familiereizen wat dichter bij huis. En we hopen jullie snel te verwelkomen op een van deze twee familiereizen. Dankjewel. Dankjewel.